Dus dat had ik doorvertaald. En dan kon je die wallpapers downloaden, whatever. En dus, maar toen had je nog FTP, dan moest je gewoon via FTP-programma's inloggen op servers en dan uploaden of downloaden. Mm-hmm. Ik had zoiets van, ja, als je daar gewoon een interface voor bouwt, dan snapt iedereen het. Ja. En destijds, het was gewoon een samen, het was ontstaan als een side project, hè, waarin iemand, een andere ondernemer, mijn partner in WeTransfer, die had een agency en die checkte ook mijn blog. En het was die twee werelden samen werd WeTransfer. Ja, want je kan die tool aanbieden, maar goed, je wilt het ook beschikbaar maken, dus het was gratis. Dus je haalde dan inkomen uit. Het naïeve idee was gewoon inderdaad, we gooien dit online voor iedereen. En de interface was zo simpel dat zeg maar mijn vader het kon gebruiken, was destijds de benchmark was. En je had YouSendIt back in the day. En dan, dat was al gecompliceerd voor de meeste mensen. Niemand was tech savvy. En de grap was, er was een beetje een baldadige bij ontstaan van oké, YouSendIt, WeTransfer. Het antwoord erop. Het was afzetten, daarom zeg ik die counterculture, wat je ook in de hiphop hebt, dat is zo geconditioneerd bij mij dat ik dat in alles toepas. Alleen nu ben ik de counter, of nu ben ik de gevestigde orde waartegen. Ja, dat is wel gaaf. Heel geinig. En hoezo ben je voor freemium en premium gegaan? Waarom freemium? Ja. Ja, ik vind dat, kijk, een van de core design decisions van WeTransfer voor mij was, waarom wil je dat mensen eerst een account aanmaken voordat ze je service gebruiken? Dat voelt alsof je een letterlijk drempels opwerpt. En voor mij ging het om zoveel mogelijk drempels weghalen, zodat mensen het gaan gebruiken, het tof vinden en terugkomen. Dat is misschien business-wise minder interessant, omdat je dan een data point mist. Maar ik had zoiets van, ja, fuck it, we gaan gewoon, weet je, een soort van, net als crack, weet je, gewoon, je geeft het graag. Ja, dan komen ze wel terug. Ja. Ja. Maar daar zeg je wel iets, want wij zijn het allemaal gewend dat als we een gratis service gebruiken, oké, hier is mijn data, naam, voornaam, exact. Je vult het gewoon automatisch in, oké, maar ik wil die dienst, dus het is free. Nu is dat ook makkelijker gemaakt, hè, met login, met Google, whatever, Apple. Ja. En dan zit er al een soort van security.